Schijnt er wel altijd erg modderig te zijn, is dat niet zo? Ja, en de wc's stinken. Jee, maar nee, wat dat mensen toch, die festivals. Want weet je dat er in Nederland 750 festivals ja, zijn? Ja, vandaag ook, dit weekend is ook weer volop. Een festivals. vorm van, van hele gevaarlijke krankzinnigheid, naar mijn idee. Ja. Dat je daarheen wil. En dan het lawaai en die viezigheid. En, ja. Nou ja, wc's, het is toch verschrikkelijk dat je. Maar oh, er was nog een vraag over binnen. 750 festivals. Ja, even kijken dat wat. Dat betekent twee festivals per dag ongeveer. Ja. Nederland festivalland hè? Als er iets te vieren is. deed dat zo? Nederland nou ja, festivalland. We, we staan vooraan als er wat te vieren valt. Ah, natuurlijk. ah, ja, we zijn nog gekker dan ik dacht eigenlijk. Weet je nog toen de Oranjevrouwen een paar jaar geleden kampioen werden? Toen stond hier in het park ja, toch ook alles op zijn kop? Ja, ja, precies. Daar hebben we allemaal last van gehad. We hebben hier trouwens ook wel last van festivals. Want ze mogen, dat geloof dat tot half 1 mogen ze dreunende muziek maken. Ja. Hier, daar gaat een vraag over van Jonathan Koelewijn. Was Maarten betrokken bij het bezwaar dat omwonenden uh, van het Willemina Park indienden tegen het houden van een festival in het Willeminapark Park? Nou, dat, ja, dat weet ik niet. Nee, ik, volgens mij heb ik daar niet geen handtekening voor gezet. Maar ik was wel bereid geweest om dat te doen. En dat hangt samen met een iets groter een structureel probleem, niet een specifiek festival. Maar het feit dat de gemeente besloten heeft, de gemeente Utrecht, om het Wilhelminapark tot festivallocatie te benoemen, en waardoor een, het meerdere festivals zou kunnen verwerken in de loop van het jaar, het Wilhelminapark is niet bijzonder groot. Het is oud, het is kwetsbaar. Het wordt al mm, eigenlijk vrij matig gehouden naar mijn idee, zeker in de zomer. Nee, dat Wilhelminapark is een monument en je mag daar voor mij best één keer per jaar tentjes zetten op die grote wei daar. Maar, maar met mate, waarom bijvoorbeeld het Donker Bierfestival gedurende drie dagen in het Wilhelminapark staat, dat is mij een raadsel. Ik zwijg nog van de single lopen en allerlei andere totaal overbodige activiteiten. En breek me de bek dus niet open over die, over die verrekte Vuelta. <laughs> eh. Maar jij hebt het, dat festival gaat uiteindelijk niet door, hè? want het is echt een festival... Prima, ik juich elk festival wat niet doorgaat, <laughs> dat juich ik van harte toe. Okay. Sterker nog, wat mij betreft, voor elk festival wat niet doorgaat, een herdenkingspostzegel. <laughs> okay. He? Ik weet dus niet wat dit, waarom de reden is dat dat festival niet doorgaat. Dat heb ik niet gelezen. Dat kunnen luisteraars misschien ons even laten weten. Ik maar... heb mijn handtekening niet gezet, dat weet ik wel zeker. Als, okay. ik, als ik gevraagd was, waarschijnlijk wel, maar ik heb hem niet gezet. Oké, okay, overigens was er ook nog iemand over die Vuelta gesproken. Die zegt: We hebben natuurlijk de Amstel-Gold Race. Ja. En een Amstel-Gold Race die wordt hier natuurlijk in het zuiden verreden. Het zou ook gek zijn als die bijvoorbeeld in Zuid-Spanje zou starten. Nou, dat nou, ik ben een prima idee. Want de Amstel-Gold Race is toch ook een, een race met één berg? Is dat niet zo? Ja, een Valkenburg inderdaad. Nou, als je dat nou op Gibraltar doet. Ja. Dan heb je ook maar één berg, toch? Ja. Ik heb hier even opgezocht. Het Moutbierfestival, dat van uh, 9 uh, tot en met 11 september in het willem ja. in Utrecht geplaatst stond, mag niet doorgaan van de rechter. Ach, de rechtbank is... heeft het door de gemeente verleende vergunning geschorst naar bezwaar van de stichting willem Het is wel goed dat we onafhankelijke rechters hebben. Ja. Kennelijk zit daar toch nog een soort van, van hart van verstand, als het ware. Ja. Die... Ik vond dat zo volkomen achterlijk dat je... Dat je het Moutbierfestival, dat is er ook wel een treurigheid. Die waar je niet van terug hebben. Flik erop met je moutbier. Hier staat ook de voorzieningenrechter oordeelt dat het Willemina Park een rijksmonument is. dat ook wettelijk beschermd moet worden. Volkomen juist. Ik bedoel, het is maar, ik heb het net gezegd. het is ja. maar uit het hart gegrepen. Ja, uit onderzoeken blijkt dat het niet goed gaat met de bodem van het park. Die rijdt steeds verder verdicht. wat slecht is voor bomen, planten en anderen. Zo is het maar net. Ja, oké. Okay. Nou, afwatering is ook, ook matig. zeker aan het zuidelijke stuk van het park. Uh, wat ik al zei, het onderhoud kan beter. Uh, ja, dus ik kijk. Uh, Staat er niet bij hoe die rechter heet? Dat zetten ze er natuurlijk niet bij. Een rechter oh. wordt nooit bij naam benoemd, toch? Ach, maar... oh, wat jammer. Die, die verdient een medaille. Die ja. verdient ook een post, hè, Ja. Verder ontbreekt het volgens de rechter aan een samenhangend beeld van het totaal aan opeenvolgende evenementen. dat in het park Fantastisch. De... Wat een, wat een superrechter. Rechter, ik weet niet hoe u heet. Vrouwelijk of mannelijk. Je zult ook wel weer van D66 zijn. Dat is ook zoiets van rechts-Nederland. Dat al die rechters van D66 zijn. Ja. Um, ja, het aantal rechters van Forum voor Democratie zal niet zo verschrikkelijk groot zijn. En ik hoop ook niet worden. Um, maar deze rechter verdient echt een pluim. Deze hele argumentatie staat als een huis en is volledig in overeenstemming met de werkelijkheid. Dat heeft niets te maken met luxe klachten en dat soort van zeik. Hoe was het trouwens op Texel met de drukte? Heb je daar nog iets van meegekregen? Nou, hartstikke weinig, maar ik kon niet lopen. Oh nee, je hebt natuurlijk helemaal vastgezeten. Ja, ik heb twee weken op mijn reet gezeten. Het was het middags om twee uur op het terras, ook bij het huisje, zo verrekt en warm dat je wel naar binnen moest. Ik heb totaal denk ik een paar honderd meter boerzaam gelopen. Want er staat een stukje eigen weg, dat heb ik dan steeds een klein stukje meer gelopen. maar. Kijk, je gaat toch in principe, mijn hoofddoel op Tessel is altijd geweest, wandelen. En, en nu, eh, ja, mijn, mijn, mijn zoon was nou zo vriendelijk om mij naar een start van de wandeling, een van mijn wandelingen te rijden. Toen heb ik een heel klein eindje omhoog gelopen bij de Hoge Berg. Een tijdje van het uitzicht genoten, ben ik weer naar beneden gesukkeld. Maar het gaat nu met mijn enkelbanden wel iets beter. Laat ik het zo zeggen, ja, vakantie. Tesla, dat is nog net acceptabel. Hè? Dus ik hoef helemaal niet naar, naar bijvoorbeeld Nepal of, of een andere fantastische, heerlijke landschappen en zo, die onze lieve heer gecreëerd heeft. Nee, eigenlijk is Tesla in allerlei opzichten home, from home for home voor mij. Eh, maar, eh, of moet je zeggen, mijn tweede heimat. <laughs> je, je kunt het steeds erger en erger maken. Eh, maar ik ben altijd zo dol blij als ik weer thuis ben. Zou dat dan een afwijking zijn dat je? Nee, ik denk dat veel mensen dat Zo'n ontzettende huismus hè, dat ik echt dol blij ben en dat je dan ook dat je dan naar boven loopt en in je stoelachtige bureau gaat zitten en je kijkt naar die, die heerlijke chaos die ik daar gecreëerd heb, En je denkt van God, Ik zit weer achter mijn eigen bureau. Er is toch ergens een quote en daar staat van je gaat op vakantie om weer thuis te komen. Nou, ik moet zeggen, ook, ook waarschijnlijk van diezelfde rechter als van het Wilhelminapark, <laughs> neem ik aan. Dat <laughs> is een hele, juiste, een hele juiste uitspraak, maar ook niet al te lang met vakantie gaan. Kijk, dan nou zullen mensen zeggen, wat doet die vent dan drie weken in Amerika? Dat is werk. Ja. Leuk werk, maar het is toch werk. Je hebt iets te doen, het, het heeft een ratio. Ja, ja, veel dat, mensen ja. zeiden dat inderdaad, toen het ook ging over, de, over Schiphol en over de kritiek ja. op alle. Toen zeiden ze, ja, van Rossum, die gaat in het vliegtuig zitten en die vliegt heel ja, Amerika en Canada. Werk. Ja, ze zeggen ja, werk, werk is dat werk, ja, weet ik veel. Je, hebt, je had ook wel die mensen die dan vroegen, kunt u een lezing houden door dit of dat? En nou, je kijkt de agent. Ja, die dacht dat was, zou wel kunnen, maar je moet de zakelijke details, dat moet u regelen met de Speakers Academy. En dan bellen ze de kennen erkenning en dan bellen ze je nog één keer diep verontwaardigd op en zeggen van weet u wat dat kost zo'n lezing? Ik zeg ja dat is werk. Het is gewoon betaald werk. Doe het graag. Ik vind ja. het hartstikke leuk om te doen. En ja. als je me uitnodigt ben ik bereid om drie uur achter elkaar te praten. Dat is helemaal geen probleem. Dat willen ze ook niet natuurlijk. Twintig minuten vinden ze meestal ruim voldoende. Uh. Maar dan zeggen ze ook ja werk. Praat is toch geen werk? Ja. Eh, praten, doe je, toch, doe je toch sowieso altijd. Zij voor dat ik voor praten werd betast. Ja, maar dat is het grote verschil tussen u en mij. Ik praat zodanig dat veel mensen willen luisteren. En als u <laughs> zou praten, dan wilde geen mens luisteren. Dat is een heel groot verschil. Nee, er stond een groot artikel, artikel in HP De Tijd hierover, over de sprekerswereld inderdaad. Oh ja? Dat ieder bedrijf natuurlijk een inspirerende spreker wil om ja, een, een uh, presentatie van jaarcijfers of een bijeenkomst om de strategie. Ja, je, wordt het, je bent een soort versiersel. Ja. Ja, je, ja, je kunt een kerstboompje, je kunt een kerstboompje in het hebben en dan helemaal geen enkele bal erin hangen. Dat kan natuurlijk, maar dit, dit zijn kerstboompjes waar je een heleboel ballen in worden gehangen. soms veel te veel ballen, want klassieke fout van al dit soort verbrekken is te veel sprekers. Ja. Of zo'n forum met zeven mensen. Ja. Meneer Vonsum, we hebben zo'n leuk forum, we hebben zeven mensen in het forum. Hoeveel <laughs> tijd heeft u daar nou voor? Nou, we doen het vijftig uh, minuten. Ik zeg nou, rekent u nou eens uit, er is zeker ook een voorzitter. Ja, dat is ook nog een voorzitter. En dat vraagt u van mij dus, dat ik naar nou Wannert of heen kom, om vier minuten in uw forum het woord te kunnen voeren. Daar kom je dus niet? Ik zei, absoluut niet. Nee, absoluut niet. Bij drie sprekers denk ik al, dat is nergens goed voor. Er stond ook in dat stuk dat na corona inderdaad de spreektijd veel korter is geworden, omdat mensen minder aandacht oh, hebben. Ah, de spreektijd is in, in relatief al kort. Twintig minuten werd ook gezegd. Ja, inderdaad. twintig minuten, dat vinden ze al. Uh... Nee, 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 je hoeft niet zo. Nee, het is, het, is maar, het is maar. Ik zei, ja, voor dat geld. Ik, bedoel, ik ben ook bereid om drie keer zo lang te spreken ja, ja. voor hetzelfde geld. Met Vier keer. Bij twintig minuten ben jij net begonnen. Ja, daar ben ik net lekker op gang gekomen. Je hebt die introducerende mededeling. Je hebt iets te zeggen van een gek zaaltje, is het en moet je kijken, zo. Moet u kijken, zo'n stervend polmpje. Nou, hebben we allerlei leuke dingetjes gedaan. Om een beetje de, de sfeer te, te proeven. Ja, en dan is het afgelopen. Ja. Jan-Peter Balken werd ook in dat artikel genoemd. als inderdaad iemand die stuntelig overkwam als premier, maar die nu geweldig is geweest. En wat ik leuk vond, dat geldt ook voor ja. jou. De sprekers die dus collegeervaring hebben, die studenten hebben gedoseerd, die zijn goede sprekers. Erik Scherder werd genoemd, die dat ja. heeft meegemaakt. Balkenende heeft ook een Erasmus lesgegeven. Ja, zeker, ja. Het is een geweldige leerschool natuurlijk. Ja, ik heb ook altijd gezegd als je studenten rustig kunt krijgen, dan, dan kun je in principe overal spreken. Met uh, uitzondering natuurlijk. Heb ik al mijn regels voor de ja, ja, ja. spreker? Die heb ik toch al een ja, keer uit de doeken ja. gedaan. Mannen die drinken niet niet op een Vra boot. Vraag: staan ze? Ja. Zijn het mannen die staan en drinken? Nooit naartoe gaan. Nooit naartoe. Mannen zijn heftig. <laughs> Zeker als ze drie pils hebben gedronken. Ja, echt. Vrouwen zijn heel anders. Hè? Want als je dit overkomt, en er zijn ook vrouwen bij, dan die staan altijd maar. Shh, luister nou toch eens even, jaap en nee. Jaap staat altijd toe te houden, zijn zeilbootje en allerlei andere lulkoeken die mannen belangrijk vinden. Nee, dat is nee, Dus ja, ik heb, dus al, uh, ik heb het al een keer gezegd. Ja, maar, maar mannen... Mensen kunnen bij mij een in, 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 in triplo vervaardigd document aanvragen van waar je niet moet gaan spreken. Ja, Mannen zijn wel jouw grootste fanbase hè? Dat weet ik, ja. Maar niet als ze staan en wat gedronken hebben hoewel je ook altijd als je in zo'n zaaltje spreekt, dan, dan heb je natuurlijk van die zichtlijnen, zal ik maar zeggen, dat heb je in landschappen, maar die heb je ook in zaaltjes en dan ben je net lekker bezig en dan zie je dus in een van de zichtlijnen is iemand <laughs> die is diep, diep in slaap gevallen. Ja, dat is had eh, je bij studenten ook vaak. En doe je daar dan iets mee? Ja, daar maak je wel werk van in principe van. Eh, of je spreekt ze na de hand aan en dan zijn ze altijd vol van excuses. En ze hadden gisteren een partijtje en ze hadden zeven weken niet geslapen. Nou ja, het bekende werk. Ja. Overigens had Floor Doppen, ik weet niet of je haar kent, nee. die had van de week in de Volkskrant een uh, artikel, een column eigenlijk. Zij kent jou wel. Zij is een van de redacteuren van Op1, de talkshow. Ha. En ik sprak haar van de week ook nog eventjes. Ja. en Ze had een stuk geschreven dat ze zegt, als je mannen belt, je hoeft maar te zeggen hoe laat ze er zijn en ze komen al. Onderwerp maakt niet zoveel uit. En dames voelen zich toch altijd. Die willen, die willen, die willen eigenlijk niet. Die zeggen altijd ben ik wel de juiste persoon. Ja, en ze maar... zijn dat is dat. Je ziet dat de emancipatie nog een hele eind te gaan heeft. Ik denk toch dat er vrouwen zijn die net zo reageren als mannen. Die zijn er natuurlijk, hè? Ja, een tal van vrouwen die voortdurend in die talkshow zitten, toch? Zij zegt van niets. Hè? Zij zegt dat, dat nou, de mannen die komen, dat, dat, dat die, veel, die komen veel makkelijker en dames proberen ze natuurlijk. Als het Kamerleden zijn of als ze anderszins ja. iets te verdedigen of hebben. Wat dacht je van de BBB-mevrouw? Denk je dat die ooit zegt van. Nou, nee, ik doe het toch maar eens even niet. Nee, liever niet. Nee, nee, we hebben al genoeg geduld over die stikstof. Ik doe, nee, ik. Ik ga gewoon lekker thuis een stroopwafeltje eten. Maar nee, ik dat... denk dat zij die persoon niet bedoelt. Kijk, dat zijn politici. Ik denk dat zij echt uh, hoogleraren, nee. deskundigen, dat soort dames... Uh, ja, uh, dat, uh, dat uh, zou dat. kunnen. Jij wordt trouwens ook met naam nog genoemd in die column. Ze zeiden, ja, Maarten van Rossum, die kun je natuurlijk altijd bellen. En dan hoef je maar een kwartje in te gooien. En dan uh, krijg je wel gelijk... Oh, maar een kwartje? Ja. Ik, ik wist zelfs, zelfs een kwartje is meer dan ik ooit betaald heb gekregen. Huh? Ja, ik moet altijd denken aan dat geschenk van Pauw en Witteman... Dat was dus een fles mineraalwater in een doorzichtige tas. Zodat het hele geschenk doorzichtig was. En daarmee ook, ook laten we zeggen, symbolisch duidelijk maakte dat het niets te betekenen had. Als bedankje dat je daar kwam, ja. altijd. Ja, ja, ja. Maar goed, zij schreef dat stuk om vrouwen eigenlijk op te roepen: van, hey, zeg niet altijd nee. Ja, ja, ja. Dat kun je natuurlijk wel doen, maar dat helpt dan. Als dat structureel is, helpt dat geen zak. Dat zijn heel langzaam draaiende ontwikkelingen. Maar ik kan haar troosten met de gedachte. Die ik al eens eerder heb uitgesproken, trouwens. Dat er, als ik het vergelijk met de late jaren 50 en de wereld waarin ik opgegroeid ben, is dat de emancipatie van vrouwen echt enorme, enorme sprongen gemaakt heeft. Dat die niet voltooid is, is volkomen juist. Maar je zult zien dat over 10, 20 of 30 jaar dat dat, dat, dat nog steeds. Dat dat steeds beter zal worden. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja oké. Okay. Dus dat gaat niet heel snel dat duurt even. Ik, ik vind de meeste jonge vrouwen, in ieder geval jonge vrouwen, zeg, speciaal, zeer wel bewust. En, en die nemen ook het woord en zo. En ook, ook bij, bij uh, studenten vragen stellen en zo. Is dat volgens mij. Ik ben natuurlijk al dertien jaar vertrokken, maar niet zo heel groot verschil meer. Nee. De verschillen waren, gek genoeg, wij gaven ook summercourses. De verschillen waren tussen de verschillende nationaliteiten. De grootste de grote praatjes maken zijn Amerikaanse studenten. En dan direct daarna komen Nederlandse studenten, die het natuurlijk iets moeilijker hebben, omdat ze dan Engels moeten spreken. In die summer courses wordt Engels gesproken. En dan, de Engelse studenten zijn er nooit bij. Ik weet niet waarom niet, maar evenmin als Belgische studenten. En dan heb je een heel ruim aanbod van Mediterrane studenten, die doen geen back open. 0,0. Zelfs als je ze iets vraagt, dan zie je ze denken: godsnaam, ik, dan krijg ik gevangenisstraf als ik het verkeerde. Dat zijn dus culturen waar, waar ook jonge mensen niet geleerd hebben om een beetje assertief op te treden. Dan hebben we het over de Spanjaarden, de Italianen. Yes. ja, oh, is dat zo, ja? Ja. Okay. Helemaal niet assertief. En hoe zit het met mensen uit de Aziatische delen van de wereld? Die zijn er nooit bij. Het verste wat ik me kan herinneren was, waren Oekraïners. Maar Oekraïns meisje. Hmm. Sprak ook heel behoorlijk Engels. Mijn ervaring is toch wel vaak. Ook wat als... moet ik er nog bij zeggen dat de mediterrane studenten erbarmelijk Engels spreken? Echt erbarmelijk. We hadden twee, twee Baskische studenten nou. <laughs> ja, die beweerden dat ze vloeiend Engels spraken. Het was alleen niet te verstaan. Dat was het probleem. <laughs> ze hebben ook twee werkstukjes ingeleverd die volkomen onbegrijpelijk waren. Ja. Maar mijn ervaring is toch wel vaak, als je mensen aan het woord laat en ze voelen zich veilig om te praten, dat er altijd ook wel al zeggen ze niet meteen wat en steken ze hun hand op dat ze wel een goed verhaal hebben. Ja, want je weet dat dat natuurlijk de eerste vragen stellen dat moet een beetje een assertief type zijn. Je dat is dus de, de Amerikaan. Je, je kunt de oogst voorbereiden door al een zaadje in de zaal te planten in persoon die, die net doet alsof hij er niet bij hoort, maar die de eerste vraag stelt. Want als het op gang oh, komt, ja. dat ja, ja. is wat jij een beetje bedoelt, precies. als het helemaal op gang komt, dan wil het vaak wel lukken. Ja. Dan krijg je vaak een hele levendige discussie. Precies, maar het valt me ook altijd op bij de borrel: heeft iedereen wat te zeggen? En dan vaak ja. in de zaal daarvoor. En dan dat steken is je ja, Ook door. na televisieuitzendingen, precies zo. He? Dus, dus de, de uitzending is, en het gaat over politiek of zo. Iedereen neuzelt zijn, zijn standaardboodschapje. En ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Maar ja, je kent dat gezeik van, 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 over zaken. Waar mensen voorzichtig moeten zijn. En dan, nou, dan heb, je een, heb je nog een nazit. Nou, iedereen die voert uit het hoogste woord. Dit, dit. Ik, de eerste keer dat mij dat overkwam, dacht ik wat gek. Hebben we weer een hartstikke leuke discussie in dat café. En het, er was er net geen bal aan. Heet. Op tv, ja. ja. En hoe verklaar je dat dan? Ja, dat is iedereen bang is om iets te zeggen. Ja. In feite is natuurlijk als je iets zegt. dan hoef je, je, hoeft maar, je hoeft maar een millimeter, een nanometer af te wijken. Van het standaardpatroon. En nou ja, je krijgt al, ik begin nou weer te denken: van waar zit ook mijn houdbaarheidsverklaring? Waar is die ook alweer opgeslagen? Je wordt gecanceld dan? Ja, ja, je wordt gecanceld. Ja, ja. Nou, er was nog een vraag over, want Chris Segers die zat van de week uh, bij op 1 en uh, daar zat de NAVO-man weer. Ah. En Chris Segers ging zich: weet je wie Chris Segers is? Ja, dat is toch die jongen die in een Maastricht-Europa-kunde uh, uh, doseert, of niet? Nee, dat is, uh, volgens mij is dat uh, Mathieu Segers die hij bedoelt. Ja. Chris Segers is uh, acteur geweest en soapie. Dus heeft een soapserie gezeten en heeft een reisprogramma gemaakt. En die zat daar ook, ik weet eigenlijk niet waarom, maar die ging zich dus uh, ook uitspreken over Oekraïne en Rusland. Waarop de NAVO-man zei: Ja, jij trapt eigenlijk helemaal in de propaganda van Rusland. En er waren nog luisteraars die vroegen: Heeft Maarten dat gezien? Ik vermoed van niet. Ik heb helemaal geen tv-kijker, zoals het algemeen bekend is. Ja. En je kunt namelijk, als het u gaat, gaat om, om entertainment, verstrooiing, laat ik het zo noemen, dan moet u vooral naar de tv kijken. De tv is een zeer verstrooiend medium. Als u geïnformeerd wil worden ergens over, neem uw uh, uh, toevlucht tot drukwerk. Je moet dan een behoorlijke krant lezen. Die allerlei kletskoek kranten die heb je ook. Niet de Telegraaf. U weet, die, die is namelijk als je voorbij de eerste pagina bent en je bent voorbij het voetbalgelul en het zangeresjesgelul <laughs> en nou maar dat soort van kletskoek. Dan is de Telegraaf, die heeft, nou ik begreep, heb een uitstekende financiële pagina's. En daar is niks mis mee. We hebben ooit bij de slimste mensen, een man van het, die ook altijd in hoe heet het? Even in, het in, 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 Ja, nee, 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 niet zandtegoed. Nee, hoe heet die man nou? Die deed voortreffelijk bij de, bij de slimste mensen. De oud-hoofdredacteur, Sjoel Paradijs. Nee, ook niet. Oh. Maar dat is ook een klets mee hoor. Maar het wel deze grappig. was het helemaal niet. En oh. die uh, doet het uh, ook het economisch, sociaal-economische nieuws voor de Telegraaf. Okay. Door en door serieus typen. Ja. Met hele verstandige opvattingen. Dus je moet bij de Telegraaf even voorbij het tabloid, of eh, tabloid, weet ik hoe je het wil noemen, gedeelte verbladeren. Eh, ik heb ooit een, voor de waarde, voor dat tijdschrift van mij, een vergelijkend onderzoekje gedaan. Telegraaf, NRC en Volkskrant, geloof ik. Nou, Volkskrant en NRC, die lijken zo verschrikkelijk veel op elkaar. dat de kinderen kochten op Tesla steeds een krantje voor mij. En dan draaide ik hem om en dan dacht ik. Waarom staat volk en Sukker hier niet op? Nee. Maar het kwam dat kwam omdat het de Volkskrant was. Die, ik moet zeggen, hele ordinaire advertenties had op de achterpagina. Daar moeten jullie mee stoppen. Ik begrijp dat dat geld oplevert. Maar gebruik de achterpagina. Ik heb zelf de NRC. Ik lees altijd eerst de achterpagina. Altijd. De achterpagina is van essentieel. Iedereen weet wat er op de voorpagina komt. Maar op de achterpagina kun je. Kun je variëren, kun je een beetje gekke dingetjes doen. Kun je verschillende rare stukjes schrijven. En, en hoe heet het? Die, die fokken en sukkenachtige dingetjes kun je erop zetten. Joep van het Hek staat op zaterdag op, Ja, die op. lees ik maar oppervlakkig, moet ik eerlijk zeggen. Dat is toch vaak een beetje. Ja, hoe moet ik dat eens zeggen? Nogal clichématig uh, stukjes over bekende Nederlanders. Die inderdaad enorm gek doen en die verdienen op de hak genomen te worden, is allemaal waar. Maar ik, ik vind het niet, kan naar mijn idee, scherper, minder minder bedoeld komisch. Hij wordt toch, uh, het is erg. al erg genoeg. Ja, Frits Spitsen die zegt altijd: het eerste wat ik lees is Joep op zaterdag. Ja, ik niet dus. Nee, maar hij, is wel veel, hij wordt veel gedeeld altijd. Zeker, zeker, zeker. Veel mensen, maar goed, ja. ja. Weet je, uh, ieder zijn meugs zette zeug en had haar twaalf biggen op. <laughs> ja. ja. dus ja. <laughs> Daar heb je ook heel wat werk aan. Ja. Ja, laatst had je bij zijn broer, hè, Tom van het Hek, bij Radio 1. Ja, een hele verstandige presentatie. Een leuke kerel is dat, denk ik. Ja, lijkt me, hè? zeker. Ja, ja. Hij heeft een hele andere achtergrond. Dat is volgens mij huisarts geweest. En bij de hockeydames heeft ja, hij... Ja, eh, of hij dit nu als liefhebberij doet, of dat het zijn beroep is geworden, ja. dat durf ik je absoluut niet te zeggen. Maar een hele kenmerkende stem heeft maar hij, hè? Ik denk dat hij ook niet zo niet de jongste meer is, maar dat weet ik eigenlijk ook niet. Tom van het Hek? Ja. Nee, ik denk niet. Volgens mij is Joep jonger. Dat weet ik eigenlijk niet, maar... Ja, nou ja. Hoe het ook zij voor de volkskrant en dan had, had ik die krant al deels bekeken. En dan, en, en dan dacht ik eens van het is helemaal. En ik had het wel kunnen weten. Het is een wat ander lettertype. En, en, en ze hebben ja, wat ja. andere kapitalen en zo. Maar dus ik had beter moeten weten. Maar het, het, ze lijken dus zo ontzettend op elkaar. Ook volgens mij in de berichtgeving. Dat je hem omdraait en denkt, hé, hey, wat gek, oh, God is waar ook het is. Ja, ja, ja. Heb je nog het interview van uh, Tim Hofman of met Tim Hofman gelezen nee. in NRC? Nee, dat heb ik nog niet gelezen. Hij wilde zich de tering deugen. Hij oh. werd hem gevraagd, is het, hij, jij wil altijd deugen. Dus dat wil zeggen, je wil je eigenlijk houden aan alles wat ja, je nou Ja, dat vind ik heel verstandig dat je altijd wil deugen. Het ja. is moeilijk om altijd te deugen. Toen zei hij, wat is daar mis mee? Ik wil dat gewoon graag. Wat is daar mis mee om dat niet te doen? Nee, er is niks mis mee. Hij zei, ik heb het N-woord ook wel eens in het verleden verkeerd gebruikt. Daar schaam ik me nu ook voor. Daar, dat doe ik nu ook niet meer. Ja, dat is een vrij... Ik zag dat scènetje ooit op de televisie. Dat, is, uh, dat, was, geen, dat was niet best. Uh, Misser eerste klas. Hij wordt nu natuurlijk licht heel nog omdat hij John de Mol probeert aan te pakken ja, hè, met, die, met ja, die boze afleveringen. Ja. Nou ja, hij heeft daar wel mee bewerkstelligd dat het programma opgehouden is. Ja, al begreep ik wel dat. Dat er al rare dingen gebeurden, toch? Bij de voice. Ja, ik moet zeggen, het kan zijn natuurlijk dat ik mijn altijd mijn ogen dicht hou en, een, en sowieso zelf ook te veel deugd, dat weet ik niet precies. Maar dan kan je verzekeren dat het bij de slimste mensen heel fatsoenlijk toegaat. Ja. Nou, ze willen nu bij RTL het weer met de Voice Senior gaan uh, proberen om, te, een beetje, om, om het sentiment een beetje in Nederland de te peilen. Senior, ze missen ja. natuurlijk weer heel veel inkomsten. Ja, Ik heb nog geen uitnodiging gekregen. Terwijl ja, maar... als er nou één senior is die verdient dat hij daar ook eens een lied mag zingen, ben dan jij ben het? ik het wel. Ja. Ja. ja, ze denken misschien dat jij te druk bent met uh, de slimste, want dat komt weer in na-seizoen toch? Of de... Ja, zeker. 2 november starten we weer. Ja. ja. Overigens, Evert Zantegoeds, die noemden we net. Die wil niet uh, in de slimste, want daar kan hij niet, want is hij altijd op vakantie. Die was nu met als vragensteller zat hij in... Uh, ja, afgeving. heel verstandig. Dat hij niet als uh, kandidaat mee gaat doen? Ja, het lijkt me heel verstandig. Waarom? Ik denk dat hij voldoende zelfkennis heeft om te beseffen dat hij daar niet goed gaat scoren. Oké, okay, dat zei hij van wel. Hij zei dat hij wel. Hij zegt, als je de krant leest, dan kom je best wel een eind. Het kan zijn. Ik lees de krant, maar ik zou zelf uh, geen zeven rondes halen, denk ik. Nee. Waar, waar stond Koefnoen nu voor? Koefnoen. Dat werd een keer gevraagd aan volgens mij Hanneke Groenteman. van wat betekent Koefnoen en dat wist zij niet en toen zei even het zandgoed dat je dat niet weet. Iedereen weet toch wat oh, Koefnoen is. Ik weet betekent. het ook niet. Dus ik vond ik het een, heb... een hele harde programma maar ik weet niet wat het betekent. Nee, ik heb ook geen idee. Nou dat moet u even opzoeken. is toch een programma van Owen Schumacher en ja, zo. Ja, ja dit is volgens mij nu niet meer op TV. Geestig. Ja, met die met een beetje het verlengde van kopspijkers met ja. het cabaret. Ja. Ja. Hoe meer satire hoe beter zou ik zeggen. Ja, ja. Ja, we hebben nog even over Wopke Hoekstra. Heb je dat nog. Uh... Dat is Wopke? Ja, want jij bent natuurlijk altijd best wel kritisch hè op op Hoekstra. Ja, ik moet zeggen, dat is niet veranderd in de afgelopen weken nee. en dagen. Nee, ik ja. heb hier eventjes een. een... Wat een, wat een ongelooflijk lullig gedoe. Wat kinderachtig. Wat een goedkoop opportunisme. Het is echt treurig. Want, wat een raar kamerdebat was dat nou toch ook weer. Dat hij zegt: ja, nee, het mag het, het moet niet. Uh, hoe heet het? het mag geen dogma worden. Waarbij de, 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 de NRC naar mijn idee heel terecht schrijft, als je natuurlijk afspraken die je in het regeerakkoord hebt gemaakt, als je die vervolgens dogma noemt en je, en je zegt dat je niet altijd dogmatisch moet wezen, dan betekent dat met zoveel woorden dat je met het CDA geen afspraak kunt maken. En dat is natuurlijk ook zo, omdat die partij, je begrijpt ook wel hoe dit komt, ik bedoel die partij is in doodsnood, die ziet natuurlijk aankomen dat ze verpletterend gaan verliezen van die BBB-beweging. Dat zal ook een eendachtvlieg blijken blijk te zijn zoals al dit soort van partijen dat zijn. Maar goed, dat kan natuurlijk toch de, de, ja, ik denk de laatste, de, de finale doodsteek zijn voor het CDA. Wat ze aan zichzelf te danken hebben. Want ook die hele retoriek natuurlijk van dat ze het, het contact met de samenleving is. De, de elite en het kabinet in Den Haag heeft het contact met de samenleving verloren. En allerlei andere kletspraat die bij dat debat euh, werd... Euh, met ten berde werd gebracht door het CDA. Het is natuurlijk een beetje gek als je weet dat het CDA sinds 1945 slechts 13 jaar niet meegegeerd heeft. Als er nou iemand verantwoordelijk is voor de, voor laten we zeggen, de politieke, de structurele politieke problemen van Nederland, dan is dat toch wel het CDA. En het de laatste, de laatste anderhalve decennium de VVD natuurlijk ook. Ja. En, en daarvoor vanzelfsprekend de Partij van de Arbeid ook, dat zijn de drie grote partij, politieke partijen die het naoorlogse Nederland gevormd hebben. Hmm. En daarmee ook de verantwoordelijkheid dragen voor datgene wat er fout gelopen is. Ja. En dan ook de verantwoordelijkheid hebben voor datgene wat er goed gelopen is. Arendo Joustra heeft een column geschreven die refereert aan dat van Hoekstra. Hij zegt, uh, de suggestie van Hoekstra om vijf jaar langer de tijd te nemen om het stikstofprobleem op te lossen zonder de doelen los te laten is uiterst verstandig, zegt hij, ook omdat de provincies het werk moeten doen en ook daarop aandringen om het uit te stellen. Ja, er is helemaal geen reden om, om uit te stellen. We hebben het al veertig jaar uitgesteld. Je kunt gewoon beginnen zonder dat je op zichzelf precies weet wanneer het doel bereikt is. Dat, dat kan heel goed. Maar je begrijpt toch wel dat dit allemaal de bedoeling heeft om de zaken weer voor ons uit te schuiven. Het was, en mijn idee was die brief van die wetenschappers, die was heel terecht. Hij zei al op met dat zeuren, want het is in feite niks anders dan zeggen, nou jongens, kalm aan en breek dat lijntje niet en het, het loopt zo'n vaart niet en maar dat soort van dingen. Nee, je kunt volop beginnen. En dan zie je wel, dus, zal, het, zal 2030 daadwerkelijk gerealiseerd zijn wat afgesproken is. Waarschijnlijk niet. Maar als je daar nu al vanuit gaat, hè, is een beetje als je, als je inpakt voor de, voor de vakantie. Hè. Je zegt van tevoren, om één uur gaan we rijden. Hè. Kan best zijn dat het half twee wordt. Hè. Maar als je natuurlijk al, al, laten we zeggen, na een uurtje, later eens even jongens, één uur, nou niet al te serieus nemen. Misschien wordt het half twee, twee uur, <laughs> je weet het niet. Ja, dat kan zijn. En, pap, misschien wel drie uur. Dan nemen we de volgende boot, dat werkt. Nee, dat is gewoon kletskoek. Het is gewoon opportunistisch gelul in verband met de electorale verist die ze koesteren voor het volgende jaar. Ja. En ik vond ook de hele redenering toch van een hoe koop opportunisme. En dan het CDA met zijn gezeik over het contact met de bevolking. Kom op. Als er iemand dat had en beweerde het te hebben, waren jullie het. En kijk eens aan waar het jullie gebracht heeft. Maar jij zei net, de, ze flikker alles over de schutting naar de provincies. Dan is het toch niet gek dat je iets meer tijd misschien ook daarvoor neemt? Want die provincies hebben al zoveel op hun bordje. Nou, dat valt echt mee bij de provincies. Hè. <laughs> Ik kan me herinneren dat diverse commissarissen van de koningin in het openbaar verklaard hebben. dat het een functie was die bar weinig voorstelde. Ja, maar de commissaris is daar ook natuurlijk niet mee bezig. Dat moeten de gedebiteerden natuurlijk doen. Ja, dat is goed, maar de commissaris moet daar leiding aan geven. He, niet 17 nee, beneden, bijbanen hebben, zoals vaak het geval schijnt te zijn. Maar is dat niet tegenstrijdig dat je dus zegt van ja? de... de, de... Ik vind het heel onverstandig dat het aan de, aan de, over de schutting gegooid is. Ik heb het al uitgelegd hoe Rutte dat doet: hij zet zijn pet op, zijn fluitje en hup, over de schutting. Alle complex beleid kan over de schutting. We hadden de boel in Den Haag zo klein mogelijk houden. Ja. Ik vind sowieso al dat hij. Dat hij, had, hij verdient ook minder ruimte in dat torentje. Dat is wel <laughs> ja, niet heel goed. Een heel groot. torentje alleen voor Rutte vind ik ook flauwekul. Cool. Sarkozy was daar toch een keer langs geweest. En die, die, ja, die vond dat natuurlijk vergeleken met Parijs en wat ze daar ja, allemaal hebben. Voor, vond hij dat helemaal niks volgens mij. Ja, vooral. Die heeft een heel paleis. Ja, ja. ja dat zijn die Fransen. Die motten een paleis. Kijk, je weet. Zodra het over paleizen gaat, ben ik, ben ik achterdochtig. Hè? Je weet wie de grote paleizenbouwers ja, ja. zijn. Chosescu in in. In Boekarest natuurlijk. Poetin, heb je dat ding gezien? Ja. Het is een van de grootste hits van Navalny. Was, uh, was dat verachtelijke paleis. Tenslotte moest hij een vriend optrommelen. Die moest zeggen dat het eigenlijk zijn paleis was. Uh, wat dacht je van, van Erdogan, Idemdito, ook zo'n paleizenbouwer? bouwen. Zal het hoe zijn? He. Ik vind ook dat, dat die huis ten bos is toch veel te ruim behuisd voor ons, voor ons koninklijk huis. Zet ze in een nette villa in Wassenaar. En dat is ook prima geregeld. Dan kunnen wij ook in huis ten bos gaan kijken. Ja. Nog van een... Al die paleizenboel, dat vind ik een beetje... Sorry hoor, we zijn burgerlijke samenlevingen. En we moeten van de paleizen af. Dat kunnen gewoon musea worden. Ja. Kijk, het Louvre was ook een paleis. Je ziet hoe nuttig het gebruik kan worden later. Nog één uitspraak uit die kolom van Joustra. Hij zegt dat uh, uh, Rutte... Uh, beschuldigde Hoekstra van uh, dat hij uitlating had gedaan, die staatsrechtelijk op het randje waren. Maar de CDA-leider kon het makkelijk negeren, want de staatsrecht wijkt bij Rutte altijd voor politiek overleven. Het voortbestaan van zijn vierde kabinet is belangrijker dan staatsrechtelijke uh, scherpslijperij. Ik neem aan dat dat juist is. Ik zou nog niet eens, twee, drie, allerlei voorbeelden weten, maar ja, dat, dat Rutte zelf natuurlijk een rommelaar is, een regelaar, een, een ritselaar, dat is natuurlijk zo klaar als een klontje. Wat wat zij ook alweer, zo'n citaat van Shijnal Singh, die een stukje over hem of een boek over hem geschreven heeft. In de Volkskrant bedoel je? Ja, hij ja. ja, is het een procesbewaker of een procesbegeleider of nou ja, zoiets in die reeds in ieder geval. Dat lijkt me een hele, een hele juiste. Het, het vervelende bij Rutte is dat we altijd denken dat hij eigenlijk geen ideeën heeft, enzovoort. Maar dat hij natuurlijk wel degelijk eh, akkoord was met de ideeën die. Die, 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 die de afgelopen kwart eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld. Dat de overheid kleiner moest, dat de overheid goedkoper moest, dat de overheid moest worden gestroomlijnd. Dat het allemaal wel wat minder kon. En nou ja, we zitten ondertussen met de resultaten van dat beleid.